Goedemorgen allemaal, superleuk dat jullie weer kijken. Welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag vrijdag, zoals altijd begin ik. Zoals bijna altijd begin ik op vrijdag. Deur dicht, ik ben opnieuw op zijn kamer. We hebben weer ziekenboeg, weer nog steeds. Zoals je ziet ligt er hier niks, want het ligt op de bank. Want hij wilde op de bank liggen met een dekentje. Hij was flink aan het zweten vannacht. Hij was eigenlijk wel weer goed. Vorig weekend, maar nee, was het? Nee, even kijken, wanneer is het nou? Nou, ik weet het niet meer. In ieder geval, het is een beetje af en aan hier steeds. Svenny was de afgelopen dagen ook ziek. Ik was natuurlijk afgelopen weekend, heb ik het er ook allemaal uitgegooid. Dus het is een beetje halen en brengen. Ik heb trouwens eeltpluisjes van Kruidvat, koop ze nooit. Want dit is echt verschrikkelijk. Goed, dat terzijde. Edin, die gaat eigenlijk wel weer prima. Daar wilde ik vandaag pasfoto's mee gaan maken voor haar paspoort. Maar die heeft zichzelf gisteren in het gezicht gekrapt. Echt, zeg maar, hier en hier. Dus, ik denk dat ik nog even wacht. Maar goed, dat wordt dan weer even wat langer wachten. Want volgende week vrijdag gaan wij op vakantie. Dus ja, dan wordt er ook geen... Nou, misschien nog 's ochtends even. Dat zou nog kunnen. Maar ja, dan gaan wij lekker op vakantie met de family. Dus daar heb ik heel veel zin in. En dan zitten we in een speciale kinderhuisje bij Landman. Nou, volgens mij vindt Niels het geweldig. Want hij heeft dan een stapelbed en ik weet het nog niet. Dus hartstikke leuk. Maar ja, dus dan weet ik ook niet of we paspoorten kunnen maken. Dus dat wordt dan even uitgesteld. Maar goed. Dit weekend. Vandaag is een rustendagje. Sven is dus ook ziek. Maar Sven en ik hebben vanavond een voorstelling. Hij voelt zich... tenminste, hij dacht gisteren van als ik nou nog één dagje rustig aandoen, dan gaat het morgen wel weer. Maar hij voelt zich eigenlijk slechter dan gisteren. Maar we hebben vanavond een voorstelling. Papa en mama zouden oppassen. Nou, worst case scenario denk ik dan maar als Sven niet mee kan, dan kan mama mee. Want die vindt het ook leuk. En dan hoeft mijn vader verder niet te komen. Dan kan Sven gewoon de kids doen, want die liggen dan gewoon in bed. Het is Wachstumsschmerzen van Rundfunk. Dat hebben wij, denk ik, 2 jaar geleden of zo op de parade gezien. En daar moesten we echt heel hard om lachen. Dus daar gaan wij heen. Tenminste, wij, ik in ieder geval. Ik weet niet wie er mee gaat. En morgen is de Koningsdag. Ook heel gek om op Koningsnacht, waar we normaal al een kroeg in gaan. Maar ja, tegenwoordig natuurlijk ook niet meer. Dat je dan een voorstelling hebt. Maar oké. Okay. Ik dacht wel, we moeten even anders fietsen naar de stad. Maar morgen is dus Koningsdag. Ik hoop dat Niels opgelapt is. Het wordt echt... rot weer. Ik wil 's ochtends even met mijn ouders en Niels naar, en misschien dat Sven en Elen ook wel mee willen, dat weet ik niet, naar de kindervrijmarkt bij mijn ouders in de buurt. Dat is altijd heel leuk. En dan hebben we morgenmiddag met vrienden van ons afgesproken. Dus, maar ja, het hangt wel een beetje van de weer af wat we dan precies gaan doen. En zondag is het gewoon lekker rustig. Ik moest wel grappig, ik moest eraan denken dat vorig jaar Koningsdag was ik zwanger van Elin. En dat was het moment dat wij dit aan het schilderen waren. En dat op een gegeven moment toen ben ik, toen moest er nog één stuk berg worden gemaakt, zeg maar. Dus toen is Sven daar, of nee, of was het niet, ja wel, het was wel een berg, denk ik. Dus toen is Sven daarmee doorgegaan en ben ik met Niels en mijn ouders dus ook naar de kindervrijmarkt gegaan. En dat was dus die dag. Dus het is heel grappig dat het gewoon alweer een jaar geleden is dat ik zwanger was van Elin. Ja, het is niet een jaar geleden. Ja, het is een jaar geleden dat ik zwanger was, maar het was ook, het is ook nog korter geleden. Maar zo gek. Ja, nou, goed. Ja, maar ze hebben dus nu al onderzoek gedaan dat in alle gevallen uit de onderzoek blijkt dat autodrive veiliger is dan gewoon door mensen. Ja, dat was maar open. Lekker. Dus meer om de blaadjes te kijken dan om. Dan om. Ik heb niet zoveel gefilmd vandaag. Simpelweg, er gebeurt ook niet zoveel. Want Niels is ziek. We zijn ziek. Dus, nou ja, we zijn dus wel even naar de bieb geweest. Hij wilde per se mee. Er is koorts, deed ik toen iets minder. Dus we dachten, nou ja, weet je, prima als je dat graag wil. Verder ligt hij eigenlijk alleen maar op de bank. Maar dat wilde hij graag. Ik zit ondertussen te kijken wat ik aan ga doen vanavond. Dus nou ja, dus hij is meegegaan. Maar goed, daarna is hij weer gaan slapen. En toen had hij echt hele hoge koorts. Ja, hij wilde het allemaal niet laten meten. Maar hij was echt helemaal heet en bezweet. En ik ga wel van broek, denk ik. Maar goed, dat betekent ook, omdat Sven nog ziek is, dat ik met mama naar de voorstelling ga. Dus ja, change of plans.
Maar ja, wat zal ik aandoen? Mama die heeft gewoon de kleren van vandaag aan. Ze heeft gewoon wel een blouseje aan. Maar ze heeft natuurlijk niet, dat we niet op gerekend naar een voorstelling te gaan. Dus ik zit middens. No, niet doen. Hè. Nee. Nee. Dus ja, ik weet het niet zo goed wat ik ga doen. Ja. Dus ik wil het niet al te festive doen, maar... Ja, ze heeft wel gewoon een blouseje aan, dus misschien ook een blouseje aan doen. Verjaardag gekregen. Ja, is dat zo? Ja. Oké. Okay. Ik heb een verjaardag gekregen. En probeert te kruipen, maar ze snapt het concept nog niet helemaal. Hallo. 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 Dus ze gaat ik het. Ook ja, ja, wacht. Ik hou hem ook van zo samen. We gaan laten zien dat Elin aan het planken is, in plaats van aan het pakket. Ze kan tijgen, maar ze wil nu dus verder komen. Wow. Wow. Waar gaat ze heen? Zo, oh, daar gaat ze hoor. Ja, het ziet er druk uit. Wij zitten, mama en ik, want Sven heel de restaurant te zien. Dus, nou, we gaan bij het. Nou, moeders en ik zitten, want we hebben de telefoon uitzetten. Maar we zitten helemaal bovenin, dat zit ik graag. We zijn graag. Voor Sven is dat makkelijk hier met zijn lange benen en we zijn nooit heel vroeg met elkaar. Dus, we gaan beginnen. Het is 10 uur en ik ben net thuis en het hele huis is al stil. Dus ik ga lekker een theetje zetten en ik ga nog even chillen. Zo. Het was echt een hilarische voorstelling. Het was echt partijen en bijna zeer grof. Maar het was echt heel sterk. Ik heb echt heel hard gelachen. Mijn moeder ook. En het was spannend. Nou, het was, ja, je kan het ook niet navertellen, maar het was echt grappig. Ik ga snel mijn batterij laten doen, want die is bijna leeg. Zodat ik morgen... jullie mee kan nemen naar een hopelijk soort van droge koningsdag. Goedemorgen, het is zaterdag. Ik heb oranje aan, want dat moest voor de sportles. Want het is hier neer. Ik zie er echt vreselijk woord uit. Maar echt de nacht vannacht. Ja, Niels had natuurlijk overdag heel veel geslapen. Dat kan zich doorzetten s'nachts. Maar dat kan ook gewoon zijn dat hij dan gewoon ineens wakker is. En dat was het geval. Dus echt, dan kwam hij net weer een beetje in diepe slaap. Weer wakker van het nieuws. Eden die wilde om 12:15 nog les ineens. Maar dat komt natuurlijk omdat hij de afgelopen tijd ziek was en daardoor heel slecht gegeten had. Dus, nou ja. Kortom, nou Eden heeft daarna gewoon prima geslapen. Maar ja, Niels was dus wel even vermoeiend vannacht. Nou, ik weet echt niet hoe vaak ik eruit ben geweest, maar ik heb wallen op mijn knieën. Waardoor ik zei tegen Sven, gewoon laat mij alsjeblieft eventjes even liggen vanmorgen. Waardoor ik dus nu enorm moet haasten, want daarna heb ik natuurlijk vooral even geholpen met de kids en zo. Dus ik heb geen make-up op gedaan, niet mijn wallen bedekt. Geen, oh ja, ik heb wel een beetje blush gedaan trouwens. Maar normaal doe ik ook mijn wenkbrauwen en zo. Nou, dat heb ik nog niet gedaan, want nu moet ik gaan. De dresscode was Koningsdag, dus dat is dit. Het is echt takken weer. Dat is jammer. Sven voelt zich nog steeds niet fit. Dus we moeten even kijken of we wel met onze vrienden af gaan spreken. Ik ga in ieder geval met Niels even naar Koningsdag in mijn oude buurtje. Maar verder is nog even de vraag. Misschien dat mijn vriendinnetje daar ook aan haakt, want zij wonen daar in de buurt. Maar goed, dan moeten we maar even kijken. Maar Niels is in ieder geval wel redelijk opgenapt, dus die neem ik straks sowieso mee. Maar eerst sporten. En daar heb ik zin in, want eigenlijk weer even een normale les zonder hiccups. Ik ga dit even wegzetten. Nog even hollen. De zadels er ook wel wat zijn. Zo geen kracht van allemaal.
En Elin tijgt trouwens echt het hele huis door. Zo super cute. Goed, tot zo. Wij zijn onderweg naar Koningsdag. Er waren heel weinig mensen bij de les, maar het was wel heel leuk. Dus een beetje zware benen nu. Oranje oorbellen in, dat is het. Niels heeft een vlaggetje op zijn wang. Dus wij gaan gezellig naar de vrijmarkt toe. Sven is nog ziek. Hier één groot feest. Hey. Oh, dat vindt ze ook wel leuk, misschien met die oogjes. Ja. Ja, dat vinden ze ook heel leuk. En als je dan een hamster hebt, weet je wat je dan een keertje doet. We waren echt vlak voor de regen thuis. En Niels heeft lekker gespeeld met zijn nieuwe spullen. En zo komen onze vrienden. Dus ik drink even mijn theetje op en dan zullen ze zo wel komen. Oh, de echte leef weer. Kijk, hey mens. Het was super gezellig met onze vrienden. En nu ga ik even de kast zeggen hoe warm het is in dat. En ik ben echt zo moe. Niet normaal. Maar goed, wij gaan lekker op bed nog een beetje tv kijken. En dan lekker op tijd naar bed. En dan is er morgen weer een dag. Duizend stukjes, dat zijn er wel veel, hè? Ja, maar dat kan ik toch niet alleen? Nou, dan gaan we dat straks even samen doen, toch? Het is 1000 stukjes. Goedemorgen, het is zondag. En we gaan zo even lekker naar buiten. Het is 9 uur bijna. Dus ik ga even snel mijn haar kammen. Nog niet veulen, dat doe ik dan straks wel. En dan iets aan natuurlijk. En dan gaan we naar buiten. Sven en Niels zijn even naar de supermarkt. En ik ga even eten. Crackertje. En dan ga ik een beetje beginnen met spullen voor de vakantie met elkaar rapen. Want normaal neem ik meestal zeg maar de. Normaal vertrek ik op vrijdag en neem ik gewoon de donderdag. Of de vrijdag. Of normaal vertrek ik op zaterdag neem ik de vrijdag. Zorg ik dat de kids ergens anders zijn, vaak bij de opvang of zo. En dan kan ik de hele vrijdag inpakken. Maar nu vertrek ik op vrijdag. Donderdag zit ik echt van 9 tot 5:30 vol in overleg. Woensdag heb ik ook het overleg, maar ik heb dus nu woensdag een deel van de dag vrijgenomen. Om dat te kunnen doen. Maar dat betekent dat ik dan donderdagavond ben ik ook nog alleen. Dus het is zeg maar een soort van even puzzelen hoe ik het dan voor elkaar krijg. Want moet het ook gewoon nog allemaal. Er moeten ook wel spullen gewassen worden en zo. Dus het is even puzzelen, maar dat gaat goed komen. Maar daarom ben ik nu even alvast wat dingetjes aan het doen. Dus alleen even niet te slapen. Ik kan maar heel veel dingen kan ik niet doen. Heel veel dingen liggen op haar kamer, zoals alle zwemspullen en zo. Maar ik dacht, alle beetjes helpen. Dus ik dacht, ik begin alvast een beetje met dingen verzamelen. Allemaal van, want weet je, kleren en zo, dat is al niet zoveel werk. Maar allemaal van die losse dingen waar je bij kinderen aan moet denken, dat is zeg maar de works. Sorry voor mijn halve hoofd. Ik heb een beetje wat salade. Zo, dan doe ik hier een beetje zo, dan kan je... Die zijn met z'n beste vriendinnetje aan het spelen in de zandbak. Mij te koud, maar goed. Ik weet niet wat ik al gefilmd heb vandaag. Ik vraag me af of ik überhaupt heb gefilmd dat Elin de hele kamer doortijgert. En ook steeds met haar billetje omhoog probeert te gaan, zeg maar, om echt te kruipen. Ik weet niet eens of ik dat op beeld heb gezet, maar goed, anders komt dat volgende week. Volgende week superleuk, want dan zijn we op vakantie. Dus dan weer vakantievlogs. Voor nu wil ik jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En heel graag tot dan.